Het bedrijf floreert weer. De productie van wasmachines loopt op tot bij 50.000 per jaar. En in die sfeer wordt het 50-jarig bestaan gevierd met de circa 250 personeelsleden. De man met het zwarte pak in het midden is Henk Kema, Kuiper bij Velo en bekend als organist in de gereformeerde kerk. De grote watersnoodramp treft de buitendijks liggende fabriek. De opgespoten uiterwaard is niet hoog genoeg. Zelfs de rivierdijk bezwijkt. Deze foto is genomen vanuit de overstroomde Zuidpolder in de richting van de Oude Maas. Links ziet u een deel van de fabriek waarin het water tot 1,50 meter hoog kwam. Ondanks de schade door de overstroming groeit het bedrijf verder. In de loop van de 50er jaren groeit het totale personeelsbestand tot 500 man, waarvan 40 personen op het kantoor. De consumentenbeurzen komen tot bloei en Velo is daar dan ook prompt aanwezig. Er worden nu alleen nog maar stalen wasmachines gemaakt. En de houtafdeling schakelt over naar het maken van meubels en radiokasten voor andere fabrikanten. Een deel van deze kasten wordt gecombineerd met Philips Techniek en onder het eigen merk Velora verkocht. Fop Batenburg uit de Kuiperij is nog steeds in dienst. Hier zien we hem in het geruite hemd als standbouwer en als chauffeur van de vrachtauto. Het ontwikkelen van nieuwe machines gaat steeds meer geld kosten en de productie moet steeds massaler zijn om in prijs te kunnen concurreren met de wereldspelers in de markt. Het familiebedrijf Velo kan daar niet in mee. Ook de winkelformule raakt uit de tijd. Het publiek wil kiezen uit verschillende merken en Velo heeft alleen haar eigen merk wasmachines. Het winkelbedrijf wordt daarom in 1964 omgezet naar een onroerend goedbedrijf. Velo neemt afscheid van de eigen winkels en begint jaarlijks enige tientallen winkels te sluiten. Velo Beheer wordt opgericht, die zich gaat toeleggen op beheer en exploitatie van al het onroerend goed dat in de loop van het bestaan van Velo is verworven. De wasmachinefabriek wordt verkocht, maar blijft ook onder de nieuwe eigenaar een kleine speler in de markt en zal uiteindelijk ophouden te bestaan.